Hallo, mijn naam is Tom van de Kendelaren. Ik ben 29 jaar. Ik ben afkomstig uit Roeselare en nationaal voorzitter van Jong CD&V. Straks, op 25 mei, sta ik als eerste opvolger op de Europese lijst van CD&V die getrokken wordt door Marian Thijssen. Jong CD&V is een jongerenbeweging die voor en door jongeren aan politiek doet. We doen aan politiek met een christendemocratische inslag. En dat betekent dat we aan politiek doen op basis van de drie grondprincipes van de christendemocratie. Personalisme, subsidiariteit en rentmeesterschap. De prioriteit voor Jong CD&V op 25 mei is duidelijk. Dat moeten jobs voor jongeren zijn. Op korte termijn moeten we werk maken van de jeugdgarantie, zodat studenten die afstuderen zicht krijgen op een eerste job. Op langere termijn moet er iets gedaan worden aan de competitiviteit van ons land. We moeten zorgen dat we nieuwe investeerders kunnen aantrekken. En dat kan alleen maar door de competitiviteit beter te maken in vergelijking met landen als Duitsland en Nederland. Daarnaast moet ook gewerkt worden aan de loonvorming. We moeten zorgen dat de spanningsboog tussen het loon aan het begin van de carrière en aan het einde van de carrière minder groot wordt.